Sorry, Bennet, ik heb ook nog even een vraagje. Ik ben al jaren bezig met voeding over mensen te genezen. En ik kom heel veel mensen tegen met kanker. Ja. In verband met die bietolie. Ja. Ben ik al op verschillende adressen. Ik denk dat je Marcel ook wel kent van Pridami. Nee. Oké, dat is een kennis. Je hebt in Marokko dus ook medicinale olies maken. Ja. Mijn vraag was eigenlijk, je hoort heel veel verscheidenheid erin. Wat is de beste verhouding in het geval als je kanker hebt? Ik weet dat van persoon tot persoon verschilt wat je nodig hebt. Maar het percentage, is dat 70-30 of is dat niet van belang? Nee. En in hoeveel moet je dan nemen? Zoveel mogelijk. Wat is dan beter, THC of CBD? Is dat een combinatie? Eerst altijd THC, daarbij neem je CBD. En die CBD kan je een beetje variëren. Als je te veel THC hebt genomen voor de stoon, neem je wat meer CBD. Ja, dat weet ik. Van nature, vroeger, zeg maar, voordat de mens begon te klooien, kwamen die twee stoffen gewoon normaal voor in cannabis. Maar door die wetgever hebben we nou twee heel verschillende soorten cannabis gekregen. Ja. Maar die twee stoffen horen bij elkaar. Daar zit een natuurlijke werkzaamheid aan die twee stoffen die verloren is gegaan als het ware. Ja, goede vrienden van me kwamen bij jou vroeger al bij Postronics in de Cornelis Stroostraat. Oh, ja. Om regelmatig planten te kopen. Dus ja. Dat waren waarschijnlijk nog de goede toen de tijd. Dat waren nog eens planten. Tegenwoordig hebben ze een heleboel veranderd. Ja. Maar je hebt dus geen, want je hebt ook die Rick Simpson methode, hè, op het genezen van kanker. Ja. Ik snap dat je niet mag zeggen dat mensen dat door genezen. Nee. Maar er zijn wel duidelijk resultaten dat het wel gebeurt. Er zijn mensen die zijn inderdaad, ja. Die zeggen ik ben kankervrij. Maar en dan zeg ik altijd oké. Ja. Maar denk niet dat het de rest van je leven zo gebeurt, want je maakt 50% kans, iedereen maakt 50% kans, om een keertje aan kanker te overlijden. Dus misschien dat jou dat nu niet zal overkomen, maar misschien wel volgend jaar of over 5 jaar of over 10 jaar. Mm-hmm. Ja. Dus die en inderdaad, die soorten, toen de tijd, weet je wel, uit de positronics tijd, daar zaten veel meer verschillende stoffen in. En toen had je ook niet dat die verhalen van mensen die van de Barkruk afvlogen, Als ze die jointjes rookten. En als je ziet wat er tegenwoordig aan cannabis verkocht wordt, hees en amnesia, dat zijn echt soorten die bedoeld zijn om mensen alleen maar stoned te maken of alleen maar high te maken. Ja, ja, en die andere stoffen, bewustzijnsverruiming en weet ik wat, dat doet er allemaal niet toe. Ja, en dat is een beetje het probleem. Maar dus voor kanker moet je dus wel grotere hoeveelheden tot je nemen. Ik heb jou een man, een Chinese man, die via Marcel heb ik dat geregeld. Dat is echt biologisch goede olie, 70-30. Maar die gebruik ik bijna een gram per dag. Ja. Dat is een kuur van 30 of 60 dagen. Ja. Heb jij er ervaring mee? Of mensen die dat ook hebben gedaan? Ja. Want ik hoor nu vaak over druppels en over dat je niet kan slapen. En meer de dagelijkse kwaaltjes waar iedereen wel aan leidt. Het eerste jaar deed ik dat ook zo. Produceerde en verkocht ik ook Rick Simpson olie, om het zo maar te zeggen. Dus gewoon puur. En wat voor verhouding is dat dan geweest? Niet verhouding, gewoon puur. Dus je haalt de olie van de plant af en die olie stop je in zo'n, hoe heet dat, zo'n injectiespuit. En met wat voor planten deed dat, hè? Met wat er maar te krijgen was. Oké, want het verschilt natuurlijk wel weer, die percentages, wat je zelf zegt. Dat verschilt niet zoveel. Meestal, hè, voor het gemak, zeg ik altijd van, het is ongeveer 75% THC wat er in die olie zit. Ja. En wat ik net ook al zei, is van, het percentage, dat doet er niet zoveel toe, want het gaat erom, wat kan jij aan? Ja, klopt. Dus het gaat niet om die gram per dag waar je naartoe moet werken, omdat het verschilt weer. Het gaat niet om high worden. Ik had een oud omaatje, die deed rustig een gram. En ik heb hele hordes andere patiënten gehad die zeiden, dat lukt me nooit, man. Nee, klopt. Maar goed, als je het meeneemt en je bent daar standvastig in, dan bent het lichaam vrij snel aan die olie. Ja, en weet je wat het is? Het voordeel van het aanlengen met olijfolie is dat je nauwkeuriger die stapjes kan bepalen. En als je gewoon zegt, u moet een gram per dag nemen, dan lopen mensen 1 of 2 of 3 keer aan tegen te veel en gaan daarna uit voorzichtigheid structureel te weinig aannemen. Ja. En nog een laatste dingetje, dat van een gram per dag of meer, denk ik, betekent eigenlijk misschien wel, dat we iets over het hoofd zien waardoor je zoveel moet gebruiken. Misschien zitten er wel stoffen in die cannabis die werkzamer zijn dan we denken, maar waar we geen aandacht aan geven, want we denken dat het alleen maar die THC is. Ja. Dus we zijn er nog lang niet. Nee, klopt. En bijvoorbeeld verse planten, gewoon verse toppen consumeren, is ook een ding wat heel goed werkt. Gewoon van verse toppen trekken bedoel je? Ja.
Ja, ja, dat is het beste. Ja. Maar jij zou ook gaan met die koffieshop en die koffieshop. Maar je hebt heel veel koffieshops in Amsterdam, die zijn allemaal bende, weet je wel. Nou ja, weet je, of, het is goed dat ze er zijn, die koffieshops. Ja. Want high worden en bewustzijnsverruiming maakt het heel makkelijk tegenwoordig voor iedereen toegankelijk. Ja. Dat is mooi. Alleen, het is aan zich ook weer iets geworden dat minder gunstig was als ooit gedacht. In het begin dacht ik, ach, als mensen maar zomaar naar een koffieshop kunnen en ze kunnen wat kopen, dat is toch goed voor ze? Ja. Totdat 15 jaar later ontdekte ik dat mensen naar de koffieshop gaan omdat de biet op is. Weet je wel, dan zitten ze thuis, ja. Oh, de biet is op, mijn god, nou, dan moet je gelijk naar mijn werk wat halen. Dat je zaak nooit weg moeten doen, hè? Dan kon een hele stroos. Ja, dan krijg je verslavingsgedrag. Dus dan komen ze thuis, gaan ze gelijk een joint draaien. Ja. Omdat ze net een zakje hebben gekocht. Ja, klopt. Terwijl als je gewoon zo'n baal hebt, ja, dan rook je wanneer je wil, weet je wel. Ja. Dus alles wat goed begint, komt op de duur, kan het ten kwade keren. En dat geldt zelfs voor cannabis, het geldt voor religies. De eerste christenen waren geweldige mensen. Op het moment dat het legaal werd, was het eerste wat ze deden, de doodstraf zetten op het hebben van een andere religie. Ja. Hallo, weet je wel. Dankjewel, Wennert. Ja, oké. Okay.